Welkom terug in mijn dierentuin. Dit is zoals jullie kunnen zien mijn prachtige dierentuin. En in de vorige video heb ik hem helemaal lopen bouwen. Ik heb namelijk hier een hele mooie savanna gemaakt. Hier een heel erg mooi aquarium. Echt van binnen ziet het er nog vetter uit. Ik bedoel, kijk dan hoe vet. Allemaal schildpadden, haaien, dolfijnen, noem het maar op. We hebben hier ook nog een heel erg mooi apenverblijf. Hier een speeltuin met allemaal terrasjes. Nou ja, wil je nou zien hoe dat ik dat allemaal heb gemaakt? Dan moet je eventjes de vorige video checken. Daar laat ik het namelijk allemaal zien. Maar vandaag wil ik dus mijn dierentuin gaan uitbreiden. Maar wil je nou dat ik hier nog een aflevering van ga maken? Dan moeten jullie één ding doen. Namelijk mij volgen op Instagram. Als ik vandaag de 1000 volgers erbij krijg, ga ik meteen een nieuwe aflevering opnemen. En zet ik die ook online, dames en heren. Dus volg me even op Instagram. Ik denk ik doe het gewoon even een keertje anders in plaats van met likes en abonnees. En dan daarbij maak ik ook nog een super leuke Instagram post en zo. Dus daar wil je sowieso al voor volgen. Maar dames en heren, het is weer eens tijd dat we weer wat bij gaan plaatsen. Maar eerst moeten we eventjes wat anders doen. We moeten namelijk eventjes een heleboel bosjes hier zo weg gaan halen. Want er staat hier zoveel rotzooi. En door deze rotzooi kan ik een heleboel dingen niet neerzetten. Dus ik maak het hier eventjes een stukje leger. En zoals jullie kunnen zien kan ik echt nog zo ver uitbreiden. Maar vandaag, dames en heren, wil ik eigenlijk vooral dit stukje uit gaan breiden. Dus dat gaan we dan ook zeker doen. Ik moet gewoon eventjes al deze vakjes leeg gaan maken. En dan kan ik hier even een super groot stuk aan het park bij gaan bouwen. Ik heb er super veel zin in. Let's go. Wat me leuk lijkt is om voor dit stuk ook een ander soort weg te gaan maken. Want we gaan hier dadelijk ook gewoon een ander soort dieren neerzetten dan dat we al hebben. Dus laten we hier deze weg doen. En ja. Dit stuk gaat er super vet uitzien, dames en heren. Dat gevoel krijg ik er nu al van. Oké, laten we hier even een hele mooie lange weg plaatsen. Hier kan dan dadelijk nog een kooi komen of zo. En laten we voor nu nog maar eventjes niks plaatsen. Want dadelijk dan hebben we overal wegen en moeten er dingen komen te staan. Is gewoon niet zo handig. We gaan er dadelijk natuurlijk ook allemaal super mooi decoreren en zo. Maar eerst, we moeten gewoon eventjes wat dingen gaan plaatsen. En hier wil ik sowieso een soort van een sneeuw voor blijven doen. Want dat vind ik echt super vet. Kunnen we dadelijk misschien ijsberen en zelfs pingwings en allemaal dat soort dingen. Maar laten we gewoon een paar verschillende sneeuwverblijven neer gaan zetten. Want ik wil gewoon eigenlijk alle dieren een beetje apart. Want ik heb dus gelezen dat de ijsberen de pingwings op gaan eten. En dat is echt niet de bedoeling. Oké, laten we hem gewoon hier zo neerzetten. Dit vind ik een mooie plek hoor. Ja. Oké, en dames en heren, wat kunnen we hier allemaal inzetten? Oh, we kunnen hier pingwings, ijsberen en walrus. Oké, dit is super leuk. We gaan hier de walrussen neerzetten. Dames en heren. Ja. Dit gaat er ontzettend ziek uitzien. Oké, zo hebben we er wel genoeg. Maar ik wil ook nog eventjes kijken hoe dat de kleintjes kan krijgen. Want dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Raw cod. Oké, laten we dan maar eventjes pakken. Raw cod hier. Hoppakee. Dan geven we jou wat lekkers. We geven jullie allemaal wat lekkers. En gaan nu maar eventjes kindjes maken. Want dames en heren, voor als jullie het nog niet weten. Als er babytjes komen, komen er dus meer mensen kijken naar deze kooien. En daar ben ik super hyped voor. Want wij moeten natuurlijk de beste dierentuin ooit worden. Oké, maar laten we eens eventjes gaan kijken. We moeten natuurlijk ook heel eventjes hier een pad zo omheen gaan bouwen. Dat is ook wel heel erg handig, want dan kunnen mensen er dus even helemaal omheen lopen. En dan doen we het ook meteen eventjes om dit gebouw heen. Zo, hoppakee. Oh, dan moet dit ook eventjes weg en dan kunnen we hier het pad afmaken. Let's go. Dit gaat er enorm ziek uitzien, mensen. Daar heb ik alle vertrouwen in. Maar laten we eens even kijken, want ik wil dus eigenlijk nog een verblijf hier zo neer gaan zetten. Eventjes kijken. Ik wil eigenlijk nog een sneeuwverblijf. Ik ga gewoon 3 sneeuwverblijven neerzetten. En deze maken we medium. Deze is dus klein. Deze gaan we medium maken, dames en heren. Oké, gaan we hem zo neerzetten? Of, ik denk dat hij zo mooier staat, hè? Ja. Oké, dan gaan we hem zo neerzetten. Let's go! Oké, en dan moeten we eventjes wat dieren erbij gaan pakken. Wat gaan we hier neerzetten? We gaan hier 100% de pingwings neerzetten. En dan zetten we dadelijk in een andere kooi hier nog bij. De ijsberen. Let's go. Oké, ik ga hier eventjes een heleboel pingwings neerzetten. Alsjeblieft hier. Hoppakee. Dit zijn er wel genoeg, denk ik. Maar wat eten pingwings eigenlijk? Laten we dat eens even gaan checken. Oké, een pingwing eet raw cod. Oké, laten we dat eens eventjes erbij gaan pakken weer. Hier, hoppakee. Al die waterdieren die eten gewoon vissen. Het is echt absurd eigenlijk gewoon. Hier, hoppa. Jij eten. Jij chaps. Allemaal lekker chappen. Hier, maak maar lekker baby's. Hebben jullie al baby's gemaakt? Oh, kijk dan hoe schattig. Het zijn deze kleine, die witte. Oké, laten we ook nog maar eventjes verder gaan kijken, want we hebben natuurlijk nog meer kooien, dames en heren. Het is niet te geloven, maar we hebben er gewoon nog meer. Eerst gaan we natuurlijk heel eventjes... Oh, wacht. Dan moet ik eventjes deze pakken en dan pakken we deze. En dan kunnen we meteen eventjes hier een soort van een weg
weggetje omheen gaan bouwen. Want dat is ook nodig. Hoppa. Kijk eens aan. En nu moeten we dus nog een groot hok maken. Maar ik ben dus van plan om dat grote hok hier zo neer te zetten. Want dit is wel een mooie hoek daarvoor. Laten we even hierop klikken. Dan pakken we even kijken weer het sneeuwding. En dan gaan we hem van small naar groot veranderen. Even kijken. Large. Oké. Ik ben heel erg benieuwd hoe groot dat dit gaat worden, dames en heren. Wow, yo. Dit is echt veel groter. Oké. Laten we hem maar draaien. En dan zetten we hem gewoon hier zo neer. Ja. Dit vind ik een mooie plek. Kijk dan, dames en heren, wat groot. Oké, ik ga hier meteen in. En dan pak ik hier, hoppakee, gelijk even een ijsbeer erbij. Nu kunnen we natuurlijk wel even een paar neerzetten, zo. Hoppakee. Kijk eens, dames en heren. Er komen gewoon ook al kleintjes uit. Ik vind het helemaal prima. Dan hoef ik ze niet meer neer te zetten. Maar kijk dan hoe ontzettend schattig. We hebben hier ijsberen. Hier de pingwings. En hier, dames en heren, hebben wij gewoon deze zeeleeuwen. Of weet ik veel hoe dat het heet. In ieder geval, we hebben een heel sneeuwgedeelte gemaakt. Ik ben hier zo blij mee. Maar we moeten natuurlijk ook nog eventjes de paadjes allemaal mooi gaan maken. Dus laten we eventjes deze pakken. Zo, hoppakee. En dan gaan we eventjes hier een pad omheen bouwen. En dames en heren, dit gaat niet het enige worden wat we gaan maken. Want we moeten natuurlijk hier ook nog even een paar leuke plantjes neerzetten. Dus laten we eventjes doorgaan naar het decoratietapje. Even kijken, waar kan ik dat vinden? Decorations. Dan pakken we even een boompie. Zo, hoppakee. Ik denk dat spruce trees er best wel mooi bij staan. Zo, kijk eens aan, dames en heren. Dit gaat er toch prachtig uitzien. Oké, dan plaatsen we er daar een paar. En dan plaatsen we er hier nog even een stuk of vier zo. Hoppakee. Dit gaat er enorm vet uitzien. Oh, ik kan al 150 bezoekers. Let's go. Oké, daar ben ik echt super blij mee. Dat betekent dat er echt al super veel mensen mijn park binnen kunnen. Dit wordt echt enorm ziek. Oké, maar ik vind dit stuk tot nu toe best wel mooi. Maar ik mis gewoon een beetje restaurantjes en zo in dit soort hoekjes. Dus laten we maar eens eventjes weer een soort van relax plekje erbij gaan maken. We hebben hier natuurlijk buildings. En dan kunnen we... Oeh, een buffet kunnen we maken zelfs. Oké. Viking iets. Oké, we kunnen echt zoveel verschillende dingen. Laten we een buffet doen. En die zetten we dan hier zo neer. Ja, ik vind het een hele mooie plek. Maar dan... trouwens. Ja, hij past hier gewoon in, dames en heren. Let's go. Die gaan we gewoon daar neerzetten. En dan gaan we één boom gaan we hier weghalen. Dan heb ik een supergoed idee. Pakken we één zo'n weggetje. Zetten we die hier neer. Hoppatee. Kijk, het buffet is geopend, dames en heren. Kan hier gewoon naar binnen. Lekker chappen. En vervolgens moet je het natuurlijk ook ergens op kunnen eten. Waar gaan we dat nou weer zetten dan? Eventjes kijken. Misschien kunnen we hier wel een klein terrasje nog maken. Dus laten we even gaan kijken wat dat ook alweer staat. Hoppakee, we hebben hier een terrasje. En als het goed is, kunnen we die hier zo neerzetten. We kunnen hem ook nog wat groter maken. Zullen we anders gewoon een ziek groot terras maken? Ja. Dit gaat er denk ik wel ziek uitzien. Maar dan moet ik wel eerst heel eventjes dit soort dingetjes allemaal even weghalen. Zo, hoppakee. Ga eens even allemaal weg alsjeblieft. Dan kunnen we hier, ja. Hier kunnen we gewoon een terras neerzetten. Let's go. Maar dan moeten we nog wel heel eventjes een kwartslagje draaien, denk ik. Want dan heb je ook gewoon meteen een soort van overkapping bij de weg. Zo, hoppakee. Dit ziet er echt al ontzettend nice uit. Oké, laten we dit ook nog maar eventjes selecteren. En dan kunnen we hier meteen ook eventjes wat bomen neerzetten. En dan zetten we hier gewoon een soort van weggetje neer zo. Ja. En dan pakken we hier nog gewoon even een boompje. En dan zetten we er bijvoorbeeld hier nog eentje neer. Kijk dan, dames en heren. Dit ziet er toch ziek uit. Hier gaan we gewoon ook nog even een klein paadje maken. Zo op deze manier. Hoppa. En dan pakken we nog eventjes een boompje hier zo. En die zetten we dan hier zo neer. Hoppakee. Let's go. Oké, en dan zetten we hier gewoon nog even drie bomen neer. Zo. Hoppa. Kijk eens aan, dames en heren. Dan hebben we hier gewoon een super groot restaurant. En daar een super groot terras. Kijk dan hoe groot onze dierentuin nu al is. Nou, dames en heren, ik wil even een dikke shout-out doen naar al de mensen hier in beeld voor het abonneren. Wil je nou ook in beeld komen? Vergeet dan zeker niet te abonneren. En misschien maak jij dan wel kans om in de volgende video in beeld te komen. Ik vind het er echt super tof uitzien. En wat? Er zijn gewoon twee dieren ontsnapt? Oké, dit mag echt niet. Er staan hier allemaal onschuldige mensen. Oké, sorry. Ik wil je niet killen, maar het zal toch echt moeten? Kom op, kom. Oh, er lopen hier zoveel kinderen door deze dierentuin. Dit kan echt niet. Deze beer moet echt even weg. Hoe komt deze uit zijn kooi dan? Hoe kan het überhaupt gebeurd zijn? Oké. Let's go, die is dood. Hey, jij bent klein en schattig. Jij mag blijven leven. Oh, er staat er ook gewoon een kind hier zo. Oh nee, als hij maar niks overkomt hoor. Dat scheelde echt niks, dames en heren. Maar we zijn nog niet klaar. We gaan natuurlijk nog even een drinktentje hier zo neerzetten. Want we hebben nu alleen nog maar een eettentje. En dat is heel erg leuk. Maar we moeten natuurlijk ook lekker wat te drinken hebben. En dit vind ik wel een hele mooie plek daar zo voor. Ik ga hier gewoon even wat plek zo vrijmaken. Hoppakee, hier moet nog even wat gas weg. En dan kunnen we hier gewoon alvast wat dingetjes neer gaan zetten. Maar eerst wil ik even weten wat ze allemaal hebben. Oké, we hebben hier natuurlijk restaurants. Even kijken, wat hebben we allemaal? Oh, we hebben ook trucks om neer te zetten. Oftewel auto's. Laten we een blauwe truck neerzetten. Hier, hoppa. Oh, ik ben zo benieuwd hoe dat dit eruit gaat zien. Dit gaat er zo leuk uitzien. Dit betekent gewoon echt zo'n dierentuin vibe. Kijk dan! Gewoon een eettruck hier zo. Je kunt er vast ook wel lekkers te drinken halen. En dit blauwe past ook echt super goed bij dit ijsthema hier zo. Oké,
laten we maar eventjes deze boom gaan selecteren. En dan gaan we er gewoon hier nog even een paar neerzetten. Weet je, waarom ook niet? Kijk, dan staat dat er alweer eventjes wat mooier bij. En dan vind ik het eigenlijk wel leuk om hier gewoon nog eventjes iets neer te gaan zetten. Misschien kunnen we dit Viking ding neerzetten. Ik weet niet wat het is, maar vikingen past wel een beetje bij het winterthema natuurlijk. Hoppakee, oké, dit ziet er heel erg ziek uit hoor. Oké, dit is nice. Hier heb je dus de kassa, kom je binnen. Hallo meneer, mag ik wat eten? Ja, dat mag. Oké, dan loop ik lekker door. Kijk, dan kun je hier lekker gaan zitten. Hier heb je vervolgens een keuken. Hey, dit is ontzettend nice hoor. Het is alleen een heel erg hoog gebouw en hierboven kun je er niet echt in. Maar oké, dat zien we maar gewoon even lekker door de vingers. Ik vind het in ieder geval een hele mooie toevoeging voor dit gedeelte. Maar natuurlijk, dames en heren, we moeten weer eventjes wat boompjes gaan plaatsen hoor. Ja. Een restaurant is natuurlijk helemaal niks zonder mooie boompjes ernaast. Hoppakee. Kijk, dat ziet er al veel beter uit. En misschien is het leuk om dan hier nog een soort van een drinktentje te gaan bouwen. Ja. Laten we dat maar eens even gaan doen. Eventjes kijken. We hebben hier nog Asian food. We hebben nog allemaal verschillende dingetjes. Even kijken. Laten we een pizzeria ding neer gaan zetten. Dat vind ik wel heel erg leuk. Oké, staat die zo goed? Ik denk het niet. Ja, zo staat die ontzettend goed hoor. Let's go. En we hebben ook meteen een pizzeria neergezet, dames en heren. Gewoon meteen bij de ingang. Als je dan binnenkomt van een lange reis naar de dierentuin toe, wil je natuurlijk meteen even bijkomen met een heerlijke pizza. Dat wil toch iedereen? Kijk dan, dames en heren. Ook leuke ballonnen aan de voorkant. Ik vind het helemaal prachtig. Ik ga gewoon even lekker met mijn golfkarretje door de dierentuin heen en kijken wat we tot nu toe al hebben. En wat? Wat doen al deze volwassen mensen in de speeltuin? Jullie horen helemaal niet in de speeltuin. Kijk, dit kind zit hier gewoon verstopt en die volwassen mensen die lopen hier allemaal overheen. Nou ja, ik snap er helemaal niks van. Maar hey, als je het leuk vindt, mogen jullie dat best doen. Ik ga daar niet op tegen zijn. Hier zijn allemaal mensen aapjes aan het kijken. Ja, goed bezig mensen. Kijk, we hebben hier natuurlijk ook nog ons aqua ding. En dit vind ik oprecht nog de vetste attractie. Alleen zijn hier nooit echt mensen binnen. Dat is wel jammer. Oké, even kijken. Wat hebben we hier dan weer? Oh ja, de souvenirwinkel natuurlijk. Hier hebben we de toiletten. Hier hebben we de desert. Hier hebben we de souvenir. Oh nee, dit is de infowinkel. Oké. Dan gaan we hier naar ons nieuwe gedeelte toe. En dit is de pizzeria. Dan hebben we hier zo het vikinghuis volgens mij. Dan hebben we hier zo natuurlijk. Zitten hier nog dieren in? Ja, oké, de walvissen. Dan hebben we hier nog de pingwings. Daar zo de ijsberen. Oh, hier onze mooie foodtruck natuurlijk niet te vergeten. Ons terras. En hier nog een mooi buffet tentje, dames en heren. Ik ben hier zo blij mee. Maar laten we eerst nog maar eventjes iets van een gebouwtje neer gaan zetten. Laten we een burgertent gaan doen. Ja. Ik heb altijd wel zin in hamburgers, dames en heren. Die gaan we trouwens gewoon een beetje meer aan deze kant van het park zetten. Hier is nog wel een mooie opening waar niks staat. Laten we eventjes dit ding gaan draaien allereerst. Even kijken, waar is de ingang? Hier is de ingang. Oké. Dan moeten we nog eventjes een stukje verder gaan draaien. Dat de ingang zeg maar aan deze kant zit. Dit vind ik een mooie plek. Wow, joh, er zit ook gewoon een hele hamburger bovenop. Oké. Hier kun je dus lekker hamburgers halen. Wow, dat lijkt net een McDonald's, joh. Maar dames en heren, ik denk dat het tijd is om nog eventjes een prachtig hok te gaan plaatsen hier zo. En even kijken, wat past een beetje bij het ijsthema? Laten we daar even wat van gaan plaatsen. Oeh, hier hebben we een garden. Oh, dit gaat er ook ontzettend vet uitzien, denk ik, hoor. Wow, joh, dit is ook echt groot. Oké, hoe klein is de kleinste dan? Laten we eerst even een kleintje neerzetten ergens. Gaan we de volgende keer 100% ergens een grote neerzetten. Maar ik wil eerst even een kleintje. Hey, dit staat denk ik wel heel erg vet bij dit gebied hoor, dames en heren. Ja. Oké, laten we hier zo dit gebouw neerzetten. Of is hij hier toch net een beetje beter? Ik heb een beetje keuzestress, dames en heren. Oké, weet je wat? We zetten hem gewoon even lekker hier zo neer. Bam. En dan pakken we hier eventjes deze tegel. Dan zetten we er hier nog eentje neer. Hoppakee. Oh nee, dit is de achterkant. Oké, wacht, we halen hem heel even weg. Oké, dit is wel de goede kant als het goed is. Ja. Oh, we moesten al die tijd gewoon eventjes de deuren open doen. Oké, ik had hem net wel goed. Maar kijk dan, dames en heren. Gewoon een hele vlindertuin hier zo. Kijk, hier een blauwe, daar een rode. Ik kan hier gewoon papegaaien inzetten. Let's go. Dat is echt super vet. Oké, hier hoppa. Papegaaitjes erin. Schorpioenen gaan we maar niet doen. Een slang. Oh nee. Oké, weet je wat? We zetten gewoon. Oh, wacht. Deze moeten natuurlijk niet buiten de kooi lopen. Laten we er hier in de kooi maar even een paar neerzetten. Zo, dat is toch wel een stukje veiliger. En we moeten natuurlijk hier ook nog eventjes wat prachtige plantjes neer gaan zetten. Ik weet nog niet echt wat. Laten we even kijken. Oh, dit is een goede plek voor een fontein trouwens. Ja. Dat gaan we 100% doen. Oké, laten we een klein fontein neerzetten. En misschien moet het een beetje symmetrisch zijn. Dus dan zetten we er hier eentje neer. Verwijderen we dit ding. Zetten we hier ook nog een fontein neer. Kijk dan, dit is toch een vette ingang, of niet dan? Ja. Dit vind ik enorm vet hoor. Laten we anders aan deze kant even kijken. Oh ja, dit is de achterdeur. Oké, dan maken we meteen even een prachtig pad hier zo omheen. Oh, we hebben vandaag wel echt een ziek gebied er aangemaakt, dames en heren. Ik ben hier zo blij mee. Laten we dit nog maar eventjes zo dicht gaan bouwen. Zo, hoppa.
Dan halen we deze eventjes weg. Dan zetten we hier nog een pad neer. En dan kunnen we, als het goed is, deze selecteren. En dan zetten we hier nog even lekker wat bomen neer zo. Hoppa, gewoon helemaal eromheen. Waarom ook niet? Oké. Dan kunnen we natuurlijk, als we hier ooit nog een pad willen hebben, kunnen we natuurlijk die bomen nog ooit gewoon weghalen. Oh, dit moet ook even weg. Al dat gras ook wat telkens in de weg staat. Oké, we halen deze even weg. Hoppa, hoppa, hoppa. En hoppa. Oh, nu ben ik dubbele bomen aan het plaatsen. Dat is niet de bedoeling. Hoppakee. Oh, hier moet er nog eentje. Kijk dan, dames en heren, wat vet. Ik ben hier oprecht zo blij mee. Dit gedeelte van de dierentuin is oprecht mijn favoriete gedeelte geworden. Heb je nou genoten van het kijken naar deze video? Vergeet dan zeker geen blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Klik ook eventjes op een van deze twee video's naast mij in beeld. Want dit zijn ook twee super leuke video's. Maar je moet wel snel klikken, want ze gaan weg binnen 3, 2, 1. Snel klikken!